jij al nagedacht over jouw uitvaart? Gelukkig klinkt het in de meeste gevallen als een ver van je bedshow. Toch is het niet geheel onverstandig om er vroegtijdig over na te denken, zodat er aan jouw specifieke wensen kan worden voldaan. Dit is vaak ook een prettig gevoel voor de nabestaanden. Wij zijn met Tollenaar en de Keizer Uitvaartzorg op bezoek geweest bij de voorbereidingen van een rouwdienst op een speciale locatie. Bij een uitvaart komt vooral emotie kijken. Het is belangrijk dat die emoties over een aantal dagen verdeeld worden. Dat wil zeggen dat de uitvaartondernemer daar rekening mee houdt en niet alles op één dag hoeft te regelen, maar dat ook in meerdere dagen kan doen. En het is ook mogelijk om van tevoren al dingen te regelen wat mensen ook vaak doen als ze terminaal zijn of gewoon nog bij leven. Een uitvaartorganisatie is er om te ondersteunen bij een familie, bij een rouwende familie. En iemand die rouwt, verspeelt 80% van zijn energie daaraan. Het is dus van groot belang dat de uitvaartorganisatie de familie meeneemt in het proces, administratie, dingen te regelen, uit de handen te nemen en op die manier de rouwende mensen ontlast. Tegenwoordig is heel veel mogelijk in de uitvaart. Vroeger hadden we de kerk of het uitvaartcentrum, maar een rouwsetting in bijvoorbeeld een schuur, een restaurant of bij iemand in de tuin, dat is allemaal mogelijk. En daarnaast hebben we diverse rouwvervoer. Denk aan de koets, de platte kar met de tractor ervoor. Vroeger had een uitvaart een zwart randje. Tegenwoordig kunnen we veel meer kleur brengen aan een uitvaart.